Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je hebt vast wel eens foto's op het internet gezien van honden in allerlei verschillende kleuren. Vaak zijn die honden gegroomd om er zo uit te zien. In China is er op dit moment een trend waarin mensen het uiterlijk van hun hondjes laten veranderen in een panda. Dit zijn dus geen nieuwe hondenrassen. Sommige dierenwinkels verven met behulp van een bepaalde kleurstof de honden. Volgens hun is dit niet gevaarlijk voor de hond. Maar er zijn mensen die daar een andere mening over hebben en vinden dat je dit niet moet doen. Vandaag laat ik jullie de 10 zeldzaamste honden ter wereld zien. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog om me te blijven supporten. Nummer 10. De Badlington Terrier werd voor het eerst gedocumenteerd ongeveer 200 jaar geleden en komt oorspronkelijk uit Noord-Engeland. Ze werden gebruikt door zigeuners en mijnwerkers en gespecialiseerd op het jagen van ongedierte zoals ratten. De hond is erg moedig, gehoorzaam en lief voor kinderen. Ook met andere honden kan hij goed opschieten, maar als je hem uitdaagt verandert hij in een vechtersbaas. Vandaag de dag zijn de honden één van de duurste en zeldzaamste hondenrassen ter wereld. Door een dikke, donzige haar vergelijken mensen de hond vaak ook wel met een schaap. Ondanks dat zijn ze erg atletisch en worden ze gebruikt in hondenraces, hondenshows en als gezelschapshond. Nummer 9. De Xolo Itzcointle, ook wel Xolo, beter bekend als de Mexicaanse naakthond, is een hondenras met als belangrijkste kenmerk de haarloosheid. De naam Xolo is afkomstig van de Aztekengod Xolotl. Dit hondenras is zo'n 3500 jaar oud. Ze werden voor het Aztekenvolk gezien als heilig. Van oorsprong komt deze hond uit Mexico en hoort het bij een van de oudste hondenrassen ter wereld. Ondanks zijn oude geschiedenis is de hond tegenwoordig erg zeldzaam en niet overal te vinden. De Xolo's zijn kalme en loyale honden als ze eenmaal volwassen zijn. Maar tot de leeftijd van 2 zijn ze erg luidruchtig en energiek. Je zou misschien denken dat ze het snel koud hebben, maar dat is niet het geval. Ze kunnen namelijk goed tegen frisse temperaturen. Deze honden zijn goede waakhonden en erg waakzaam tegenover vreemden. Ze moeten wel goed bijgehouden worden om acne en meeeters te voorkomen. Ook zou de huid van de hond kunnen uitdrogen en gaan schilferen. Dus een goede crème doet wonderen. Nummer 8. De Tibetaanse Mastiff hoort bij een van de grootste honden ter wereld. De allerduurste hond ter wereld die werd verkocht was ook een Tibetaanse mastiff. En een Chinese man betaalde er zo'n 2 miljoen dollar voor. Zoals de naam al zegt, stamt de Tibetaanse mastiff uit Tibet en hoort het bij de oudste hondenrassen van het oosten. Historisch gezien heeft dit ras zowel huizen als kuddes vee beschermd tegen roofdieren zoals beren, tijgers, luipaarden en wolven. De hond is op oude wandtapijten en schilderijen te zien, waardoor men kan schatten dat de hond al bestond rond 1271 en door Azië trok. Het is een zeer krachtige hond met een dikke vacht en haar lichaam, de kop en nek is vaak zwart, goud of roodachtig van kleur. De hond kan tussen de 45 en 70 kilogram wegen, is zeer gesteld naar zijn eigen mensen en is een uitstekende waakhond. Nummer 7. De Catahoula Leopard Dog is een Amerikaans hondenras uit Louisiana in de Verenigde Staten. Het werd in 1979 de staatshond van Louisiana. Het ras zou gefokt zijn door indianen en werd gebruikt als veedrijver en jachthond. De hond zou oorspronkelijk gefokt zijn voor het jagen op dieren zoals elanden en beren. De vacht van de hond heeft een luipaardachtig uiterlijk en kan voorkomen in verschillende kleuren waaronder rood, blauw en zilver. De hond zou een kruising zijn van een greyhound en de rode wolf. Dit maakt de hond een van de weinigen die genetisch dicht bij de wolf komt. Als werkhond staan ze erom bekend dat ze veel energie hebben. Deze trouwe honden kunnen gemakkelijk worden opgeleid voor hoeden, politiewerk of trucjes. Het is tegenwoordig een zeldzame hond die je niet vaak meer ziet. Nummer 6. De Chinese gekuifde naakthond staat bekend als de lelijkste hond ter wereld. De reden hiervan is omdat er een jaarlijkse wedstrijd wordt gehouden van lelijkste honden, waarin de Chinese gekuifde naakthond meerdere keren in het lijstje voorkwam. Het kleine hondje heeft geen vacht op het lichaam behalve op hun hoofd, oren en staart. Er bestaan twee verschillende soorten, de naakte en de behaarde hond. Ze zijn genetisch in principe dezelfde hond, alleen de ene is behaard. Het is onduidelijk waar de hond oorspronkelijk vandaan komt, maar sinds de 13e eeuw zegt men dat het uit China is, hoewel anderen zeggen dat het uit Afrika komt. De hond heeft meestal een actief, speels karakter en is niet agressief.
Met naakte honden wordt er wel eens gedacht dat die minder verzorging nodig hebben. Maar dit is niet waar. Een van de fenomenen is de hangende tong. Sommige honden kunnen hun tong niet meer in hun mond houden en laten hem dus uit de mond hangen. Nummer 5. De Farohond is een hondenras dat afkomstig is uit Malta. Het is ook de nationale hond van het land. Mensen dachten voor een lange tijd dat het ras van oorsprong uit Egypte kwam, omdat er oude wandtekeningen zijn met vergelijkbare afbeeldingen. Het zijn uitstekende jachthonden die erg atletisch zijn en slim. De hond is meestal roestbruin van kleur en zijn niet echt geschikt voor koud weer. De Farohond is een van de zeldzaamste honden. Je kunt ze wel eens vinden in wedstrijden en ze worden tegenwoordig ook gebruikt als gezelschapshond. Nummer 4. De Azawak is een hondenras dat afkomstig is uit Afrika, met name Mali. De hond is gefokt voor het jagen op snelbewegende dieren zoals gazella en hazen. Als je deze hond voor het eerst ziet, wil je hem waarschijnlijk wat te eten geven, omdat hij er zo mager uitziet. Ze komen oorspronkelijk vanuit Mali met een zeer warm klimaat waarvan een groot deel ingenomen is door de Sahara-woestijn. In het land van herkomst komt de Azawak voor in vele kleuren, waarbij de hond éénkleurig kan zijn, maar ook meerkleurig. De hond is een temperamentvolle, waakse en levendige hond met veel energie. De opvoeding is niet super makkelijk. Er is namelijk veel geduld en begrip voor nodig om de hond dingen aan te leren. Maar loyaal en trouw voor zijn gezin is het zeker. De hond zal jou ook verdedigen wanneer dit nodig is. De hond heeft ontzettend veel uithoudingsvermogen en je zou hem het best dagelijks vele kilometers moeten laten rennen en zelfs dan is hij nog niet vermoeid. Nummer 3. De Poelie is een kleine Hongaarse herdershond met een bijzondere vacht. De vacht bestaat uit langharige dreadlocks. Vanaf dat de puppy's 9 maanden zijn, beginnen de dreadlocks zich te vormen. Het haar groeit erg traag. Er wordt gezegd dat de dreadlocks tot de grond kunnen groeien, dus daarom is het trimmen ervan belangrijk. De vacht beschermt de hond tegen de kou. De Poelie wordt zelden gewassen omdat het drogen dagen kan duren. De hond is zelfstandig, dominant, waaks, sociaal, slim en trouw aan zijn baas, maar kan wantrouwig zijn tegenover vreemden. Er wordt beweerd dat de Poelie afkomstig is uit Mesopotamië in de buurt van Irak en daarmee tot de oudste hondenrassen ter wereld behoort. De Romeinen zouden de honden als schapensherders hebben gebruikt meer dan 6000 jaar geleden. Een leuk feitje is dat de CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, ook een Poelie bezit. Nummer 2. De Thai Ridgeback Dog is een jachthond en waakhond afkomstig uit Thailand. Het is een actieve hond met een groot uithoudingsvermogen. Hij kan wel wat eigenzinnig zijn en tegenover vreemden is hij terughoudend. Waarschijnlijk bestaat dit ras al sinds het midden van de 17e eeuw. De vacht heeft weinig verzorging nodig. Af en toe even borstelen is voldoende. Ze hebben een korte, gladde vacht met op de rug een ridge die bij voorkeur symmetrisch is. Je zult de hond niet overal zien, hij is namelijk zeldzaam. Ze zijn voornamelijk te bewonderen in Thailand, Vietnam, Cambodja en Indonesië. Nummer 1. De Peruaanse naakthond is een van de zeldzaamste honden ter wereld met als belangrijkste kenmerk de haarloosheid. Het ras komt van oorsprong uit Peru. De hond die ook bekend staat als de Peruaanse Inca-orchidee wordt verondersteld te dateren uit de pre-Inca-culturen van het gebied. Afbeeldingen van deze hond zijn ontdekt op de Mogé-keramiek van zo vroeg als 750 AD. Dit ras was bijna verloren tijdens het Spaanse kolonialisme, maar sommige plattelandsgemeenschappen wisten de hond in leven te houden. De huid van de hond is meestal donker van kleur, hoewel sommige honden lichter zijn. Ze zijn er ook in verschillende soorten, klein, middelmatig en groot. De Peruaanse naakthond is slim, alert en van nature een goede waakhond die ook jachtinstinct bezit. Heb jij een hond die in dit lijstje stond? Laat het me even weten in de reacties. Vertel me ook even wat jouw favoriete hond is. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.